Ciao tutti. Buongiorno. Mijn naam is Thomas van Barbecue Experience. Hoi, ik ben Thomas van Barbecue Experience Center en in deze video een heerlijke lasagne vanuit de Big Green Egg. Voor het maken van de lasagne ga ik een aantal stappen doorlopen. Ik ga zo meteen beginnen met het maken van het pastadeeg. Deze moet eventjes rusten en dan rolt hij straks wat beter uit met de pastamolen. Vervolgens ga ik een bolognese saus maken. En uiteraard mag een goede bechamel saus ook niet ontbreken. Dus dat wordt stap 3. Daarna gaan we alles assembleren en dan gaan we de boel afbakken in de Big Green Egg. Dit zijn uiteraard een hele hoop stappen, maar check voor het compleet uitgeschreven recept even de link in de beschrijving. En mocht je daarna zoiets hebben, yo, mij niet bellen. Kun je uiteraard gewoon een lekker verse pasta bij de supermarkt kopen. De bechamel saus is niet super veel werk. En ook in de bolognese saus kun je een aantal stapjes overslaan. Maar dit is echt zoals ik hem persoonlijk het lekkerst vind. We gaan beginnen met het maken van de pasta. Ik heb hier een kilootje bloem. Dat is half semolina, half tipo doppio zero pasta bloem. En doppio zero wil eigenlijk zeggen dat het een pasta bloem is met een hele fijne maling. Nou, daar ga ik eventjes een klein dammetje van maken. Daarin gaan wat eitjes. Ik heb 6 eieren en 4 eidooiers. En mocht die zometeen na het mengen en het kneden een beetje drogig aanvullen of aanvoelen, dan kan ik hem altijd een klein beetje bevochtigen met een klein beetje water. Maar als het goed is, zou dit goed moeten zijn. Dan ga ik de eieren even klutsen. En dan ga ik langzaam een klein beetje van de bloem erbij mengen. En dan wacht ik tot het, ja, meng ik eigenlijk net zo lang tot we echt een beetje een deeg beginnen te vormen. En daarna is de kwestie van heel goed doorkneden. En dat is echt van belang. Wat vaak fout gaat bij het maken van verse pasta is dat je te weinig kneedt. En dat die daardoor niet soepel genoeg wordt. En vaak vergeten mensen dat die echt even moet rusten. Je zou bij wijze van spreken zelfs de pasta deeg een dag van tevoren kunnen maken. Een nachtje laten rusten in de koelkast. En dan de volgende dag op het gemakje uitrollen. En mocht je zoiets hebben van, yo, kan dit niet anders? Dat kan zeker. Je kan het gewoon in de machine doen. Werkt ook. Alleen, geeft veel herrie op de video. Nee, je moet wel zeggen, wij maken het op authentiek Italiaanse wijze. Met de hand. Kan ook. We hebben er een lekker soepel deegje van gekneed. En dan is het nu tijd om hem in te pakken in een klein beetje plakfolie. En dan gaan we hem even laten rusten in de koelkast. Ik verwacht ongeveer een half uurtje en dan kunnen we ondertussen de rest even bereiden. Alright, we gaan nu verder met het maken van de bolognese saus. Daarvoor heb ik mooie half om half gehakt. Runder gehakt kan uiteraard ook. En ik heb een klein sofritootje gesneden, zoals ze dat noemen. Dat is een mix van ui, bleekselderij en wortel. En dat gaan we zo meteen ook lekker hard aanbakken. Er gaat uiteraard wat knoflook erheen. Thym, rozemarijn en laurier. De knoflook ga ik nog eventjes fijn hakken. En dan gaan we dat zo meteen allemaal even lekker aanbakken. En het is echt van belang dat je het goed stevig aanbakt. Dus ook je gehakt lekker hard aanbakken. Zorg ook zeker dat je goede kwaliteit gehakt hebt. Dus geen gehakt waar ongeveer de helft bestaat uit water. Maar gewoon echt lekker gehakt, waar je het echt goed stevig bruin kan bakken. Dus ga daarvoor zeker even langs de slager. Dan gaan we dat, op het moment dat alles lekker aangebakken is, gaan we dat afblussen met wat rode wijn. Er gaat wat tomatenpuree bij, tomatenblokjes. En dan gaan we dat even rustig laten sudderen. Ik heb daarvoor mijn skillet al voorverwarmd. De barbecue heb ik ingedeeld met een volledig indirecte opstelling. Dus convectortje erin, convectorbasket en de RVS rooster bovenop. En hij staat momenteel op 230 ongeveer. Dus hij mag wel even goed lekker wat power hebben. Nou, de skillet staat al warm, zoals ik gezegd had. Oh, klote Gerard. Klein beetje olie in de pan. Overkomt de beste, zie je wel. En dan gaan we dat gehakt lekker rulbakken.
En zorgen ze ook echt dat je je skillet of dutje of een echt even goed hebt voorverwarmd. Want we willen juist dat, dat het gehakt lekker krokant wordt aangebakken. En dan is het echt van belang dat hij flink wat hitte heeft. Anders ga je vervolgens je koude gehakt erin doen, zakt de temperatuur en dan ben je het uiteindelijk nog aan het koken. En ik heb juist die indirecte opstelling gebruikt, zodat je echt ook wel wat controle hebt over je hitte en je niet vlammen langs alle kanten hebt. 230 graden is een mooie temperatuur. En regelmatig even losroeren met een tang of met een spatel, zodat je het lekker rul kan bakken. Nou, terwijl het gehakt aan het bakken is, ga ik het op smaak brengen met de Garlic & Herb van Angus & Oink. Een lekkere all-purpose Italian rub, zodat hij lekker al wat basissmaak bij krijgt. We gaan straks, op het moment dat de saus lekker geprutteld heeft, gaan we hem sowieso nog verder op smaak brengen. Maar het is juist lekker als dat gehakt alvast een klein beetje basissmaak meekrijgt. Voor het maken van een bechamel saus zijn we even naar binnen gegaan. Ik heb hier een half litertje melk met een vers blaadje laurier erin. Die melk ga ik even aan de kook brengen en dan gaan we die afbinden met roux. Die heb ik er straks al gemaakt. Dat is gewoon een mengsel van boter en bloem. Dan heb ik eventjes de boter gesmolten, bloem toegevoegd en eventjes laten garen. En dan heb je dus een heel eenvoudig en makkelijk bindmiddel. Die bindt pas op het moment dat die gaat koken. Dus we verwarmen de bloem of we verwarmen de melk. De roux is koud. En dan kunnen we straks mooi op het moment dat die melk warm is de roux erbij doen tot een mooie dikke saus. Dan gaan we hem afsmaken met peperzout en een klein beetje vers geschaafde nootmuskaat. Heel eenvoudig en daarna gaan we de saus nog een klein beetje verrijken met wat lekkere mascarpone, zodat hij nog vettiger wordt. En je zou er eventueel ook voor kunnen kiezen om er wat parmezaan doorheen te schaven. Maar dan wordt hij wel heel zwaar en ik vind dit zo eigenlijk al meer dan voldoende. Dus je voegt eigenlijk een beetje voor beetje die roux toe, totdat hij de juiste dikte heeft. Wel van belang om hem echt even goed door te koken, om eventuele bloemsmaak te voorkomen. En op het moment dat hij kookt, dan weet je pas hoe dik dat hij uiteindelijk gaat worden. Ik hou hem nou net ietsjes dikker dan dat ik hem eigenlijk wil hebben, omdat ik er natuurlijk nog wat mascarpone erin ga roeren. Normaal gesproken hou je hem iets dunner dan dit, maar ik roer er zo meteen nog wat mascarpone erin. Dat zal er ook weer voor zorgen dat hij gaat afslappen. Nou, nu lekker hoog op smaak brengen. Dus lekker wat peper, zout en wat vers geschaafde nootmuskaat. Bolletjes nootmuskaat zijn ook gewoon in de supermarkt te krijgen. En anders sowieso de poedervorm werkt ook prima. Op deze hoeveelheid ongeveer 200 gram mascarpone. Ik draai wel even het vuur ondertussen uit. En door het toevoegen van de mascarpone zal de saus een klein beetje lopender worden. En dan is hij uiteindelijk de juiste consistentie die je wil hebben. Gehakt is lekker bruin gebakken. Dan gaat er nu wat verse tijm doorheen. Gewoon eventjes breken. Die takjes die haal ik er straks wel uit. Takje rozemarijn. Ongeveer één blaadje laurier. En dan lekker die gesneden groentjes. En dan gaan we ook dit eventjes lekker aanbakken. En laat vooral, weet je wel, de kracht van je keramiek het werk doen. Neem het de tijd, dus maak ook echt je opstelling indirect. En dan kun je het gewoon echt lekker op het gemakje uitbakken, zonder dat het meteen verbrandt. En natuurlijk niet te vergeten, een vers gechopt knoflookje. Heerlijk. De groenten hebben lekker een aantal minuutjes kunnen bakken. Dan ga ik nu wat tomatenpuree toevoegen. Die ga ik ook even meebakken, dan ontzuurt die lekker. Ongeveer een grammetje of 60, een paar eetlepels. En die tomatenpuree die zal ik zorgen voor een goede binding van je saus. Dus dit even lekker meebakken. Die is lekker aangebakken. Dus dan gaan we hem afblussen met een paar decilitertjes rode wijn. De rode wijn lekker afblussen. En dan vervolgens eigenlijk bijna weg laten koken. En op het moment dat die bijna weg is, dan gaan we wat tomatenblokjes toevoegen. En dan is de saus eigenlijk klaar. Laten we hem gewoon nog een minuutje of 10 pruttelen. En ondertussen kunnen we onze pastavellen uit gaan rollen. Nou, de pasta deeg heeft ongeveer een half uur tot drie kwartier kunnen rusten. En hij is nu mooi zacht en soepel geworden. Dus dat rusten is echt van belang. Tijdens dat rusten dan ontwikkelen zich je glutennetwerk in principe. En wordt ook je bloem verder gehydrateerd. Dus dat rusten is echt een stap die niet overgeslagen mag worden. Nou, ik pak ongeveer een kwart denk ik van de bol. De rest die pak ik gewoon eventjes terug in. In het folietje, zodat hij niet uitdroogt. En die hou ik even apart. De rest ga ik zo meteen verwerken. Nou, dan duw ik hem een klein beetje in vorm. Zodat hij alvast ongeveer een plat vierkant geheel wordt. En dan ga ik hem op de breedste stand van de pastamolen ga ik hem doordraaien.
Maar komt hij er ongeveer zo uit. Je ziet, hij is her en der gescheurd. En dat zul je in het begin altijd hebben. Dus je vouwt hem vervolgens dubbel. En dan ga je hem nogmaals door diezelfde stand heen draaien. En dat herhaal je eigenlijk totdat hij mooi soepel wordt. En je zult merken dat tijdens het de eerste keer doordraaien, dat hij ook een klein beetje van structuur zal veranderen. Klein blikje tomatenblokjes erbij. En dan gaat er zo meteen nog een klein beetje rundelbouillon doorheen. En dan hebben we straks een heerlijke saus zoals het hoort. Veel smaak. Ik geef buiten de camera de pasta verder uitrollen. Maar het principe is hetzelfde. Ja, je maakt gewoon de bol volledig op, totdat je eigenlijk voldoende hebt om die schaal volledig af te vullen. Ik heb net de rundelbouillon toegevoegd. En dan gaan we hem nu gewoon lekker rustig laten pruttelen. Tot hij mooi is ingedikt. Want je wil hem niet te dun hebben, anders dan krijgen we die slappe, uit elkaar gevallen lasagne. Je wil een lekkere, stevige, dikke saus hebben met veel smaak. Dus dit een kwartiertje laten rusten of laten pruttelen. En dan gaan we ondertussen de pasta verder uitrollen. De lasagnevellen zijn volledig uitgerold. Ik heb een ovenschaaltje gepakt. Daar gaan we zo meteen de lasagne aan opbouwen. Ik heb wat toppings, dus mozzarella die we erin gaan verwerken. Wat parmaham, verse basilicum. Uiteraard onze bechamel saus en straks om het af te toppen wat parmigiano. Nou, de bolognese die is ook klaar. Is goed op smaak. Ik had hem er straks stiekem al een klein beetje geproefd. Heerlijk. Gaan we doen. Dan gaan we beginnen met het uitleggen van wat lasagnebladeren. Zo, een bodempje lasagnebladeren erin. Dan een klein beetje van de bolognese saus. Daaroverheen lekker wat parmaham. Een paar lapjes. Of niet volledig bedekt, ze zijn gewoon zo her en der. Dan daaroverheen weer wat pastavellen. Dan gaat er een laagje bechamel saus. Een paar blaadjes basilicum. En dan weer wat van de lekkere bolognese saus. En dan beginnen we nu weer van voren af aan. Het bakblik is inmiddels gevuld. Dus ik ga hem nu. Ik heb als laatste laag wat de bechamel saus gedaan. Er gaat wat mozzarella op. En uiteraard royaal parmezaanse kaas. De lasagne die is gebouwd. Dus die gaat nu ongeveer een kleine 20 minuutjes in de barbecue. Ik heb hem op 230 graden staan. En dan is hij straks mooi krokant aan de buitenkant. Goudbruin en kunnen we lekker gaan eten. Opstelling natuurlijk weer volledig indirect. Dus de convector zit ertussen, RVS rooster erop. Zodat we echt een overbreiding hebben. 230 graden en een minuut of 20 even wachten. Nou, de lasagne heeft er ongeveer 40 minuutjes op gestaan. En hij is nu super mooi van kleur. Ik heb net al even gespiekt. In de oven gaat het natuurlijk altijd een stuk sneller. Omdat je dan en wat meer bovenwarmte kan genereren. En je hebt natuurlijk circulerende lucht. En hier in de bikkernek is dat natuurlijk minimaal. Maar hij ziet er wel top uit. Kijk maar eens hier. Wat een beuker. Alright. Dan gaan we hem lekker aansnijden. Ik lust wel een klein puntje. Het kost even wat tijd. Maar op zich. Net zo'n bechamel saus kun je makkelijk een dag van tevoren maken. De bolognese kun je een dag van tevoren maken. Je pasta deeg kun je een dag van tevoren maken. En dan is het eigenlijk alleen maar uitrollen en opbouwen. Oh. Wat ik al zei, het is goed voor te bereiden. En als je het helemaal allemaal klaarstaat, dan is het opbouwen relatief simpel gedaan. Wat wel altijd belangrijk is, even goed je pasta vellen goed bestuiven met semola voordat je ze gaat opstapelen. En dan is het vrij easy going en de smaak mag er wezen. Dus ga er lekker thuis mee aan de slag. Het volledig uitgeschreven recept vind je uiteraard beneden in de beschrijving. En vond je dit nou een leuke video, geef ons dan een duimpje omhoog. En vergeet je vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En zet dan ook het belletje aan, dan krijg je automatisch een melding wanneer er weer een nieuwe video voor je klaar staat. En wil je nou meer video's zien, klik dan even hier.